Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik zien hoe je deze poncho maakt. Ik heb hem zelf al wel tientallen keren gemaakt, maar hij blijft lekker makkelijk en erg leuk. Nu heb ik hem gemaakt met de okergeel van de Zeeman. Haaknaald 6 en je hebt ongeveer 5-6 bollen nodig. Ligt eraan, je kunt hem ook met franjes doen, maar ik wou even iets anders, dus ik heb hem gedaan met een boordsteek onderin. Nou, ik laat zien hoe je maakt. Het is een meervoud van 8. In mijn geval, omdat ik er ook een kool op heb gemaakt, wilde ik niet een hele wijde hals. Dus heb ik 80 steken opgezet. In dit proefje heb ik 40 steken, maar 80 of steken lossen. Mijn poncho's met 80 lossen opgezet. Als je dat hebt gedaan, dan verbind je ze samen met een halve vaste. En dan ga je met 3 lossen ga je omhoog. En dat is eigenlijk je eerste stokje. Dan in de steken daarnaast, 2 steken daarnaast, doe je ook een stokje. 2 lossen daarnaast, ik zeg steeds steken. Dan doe je 1 losse en dan sla je er 1 over. En in de volgende doe je weer 3 stokjes. In de volgende 3 lossen dan. Dan weer een losse, 1 overslaan. En weer 3 stokjes. Oh, dat doe ik hem in dezelfde, dat moet niet. Een losse, 1 overslaan. Drie stokjes. Zorg wel dat je losse lijn, als je ze verbindt met elkaar, dat die niet gedraaid zit. Want dat is echt niet grappig. En het is vooral rot als je erachter komt als je een hele rij gedaan hebt. 3 stokjes, een losse. 3 stokjes. En doe ze dus nog niet bij elkaar in, hè? Dus doe ze gewoon ieder een plekje geven. Ja, er zijn 1001 mogelijkheden om deze poncho te maken. En er zijn ook heel veel patronen van. En ze zijn allemaal net zo mooi. Maar nou, ik vind hem ook leuk om hem een keer te laten zien. Nou, en dan een losse. Eerder deed ik trouwens alleen maar, tot voor kort deed ik YouTube filmpjes maken, verder eigenlijk niet. Maar ik kreeg vaak vragen van, is er ook een uitgeschreven patroon van? Nou, sinds kort heb ik dus inderdaad een blog en daar doe ik dus patronen op plaatsen. Daar schrijf ik ze in uit en die kun je vinden op mbmhakenenzo.blogspot.com. Ik zal de link ook onder in de beschrijving zetten. Dus mocht je dat leuk vinden of fijner vinden. En daar staat ook nog tevens de link van deze YouTube, van dit YouTube filmpje. Dus ben je bezig en denk nou, ik snap er helemaal niks meer van. Dan kun je toch nog even het filmpje aanzetten. Handig lijkt me. Ik hoor wel van jullie of jullie het handig vinden. Maar ik denk het wel. En zo ga ik door tot, kijk, ik heb natuurlijk geen 80 gedaan, want dan moet ik nogal. Maar ik ben er bijna. Hier een overslaan. En dan hou ik er 1 over. Dan ga ik hem verbinden met de eerste losse. En dan doe ik dus 1 losse. En dan
steek je hem in de derde losse van je beginlosse. Daar steek je hem in. Ik pak altijd, kijk, sommige mensen doen deze draad. Ik hoop dat je het goed kunnen zien. Maar ik pak altijd eigenlijk twee draden, want dan is het wat steviger. Dan doe je een halve vaste. Nou, dan gaan we nu dus echt beginnen. Ik ga eerst even naar het midden toe. Dus dan doe ik halve vaste. En nu ben ik hier dus in het midden. Dan begin ik daar met drie lossen en twee stokjes ertussen. Dan weer een losse. Wat nu wel belangrijk is, want we gaan natuurlijk nu ook meerdere. Dat is dus dat je, even kijken, als je 80 steken hebt opgezet, dan ga je meerdere in steek 20 en in steek 60. Dus in mijn geval is dat een heel andere maat, maar in steek 20 en steek 60 ga je meerdere van je 80. Dus dat wil dus zeggen dat, dat je begin komt straks eigenlijk op je zijnaad. Ik wou het aan gaan wijzen, maar jullie zien mij natuurlijk niet. Dus, nou, in dit geval zou je dus inderdaad, dit is mijn begin. Dus als ik die zo neerleg, dan zou ik dus, even kijken, ik moet het even mooi op elkaar leggen. Dit is mijn begin. Dan zou ik bijvoorbeeld, dan ga ik hier, stel eens voor, dit is dan een 80 lijn, dan ga ik hier meerdere. En dan doe ik dan een steekmarkeerder. En dan precies aan de andere kant ga je natuurlijk ook meerdere. Dus dan doe ik hem zo. En dan precies aan de andere kant ga je dus ook meerdere. Heb ik mijn steekmarkeerder niet te pakken? Ja. Snap je? Dus dat is precies het tegenovergestelde. En dan komt het gewoon, dan heb je dan mooi, ja eigenlijk mooi in het midden zitten. Dus ik zal even laten zien, want ik hoef eigenlijk niet verder het hele filmpje te laten zien hoe je dit moet, want op zich stokjes zijn jullie wel eigen en het idee is ook verder wel te begrijpen, denk ik. Je doet dus drie stokjes in de tussenruimtes en altijd een losse. Nou, dan ben ik hier dus in mijn midden, waar ik wil gaan meerderen, en meerderen doe je zo. Je doet eens draad pakken. Je doet drie stokjes. Dan doe je een losse en in dezelfde doe je weer drie stokjes. Dan doe je weer een losse en dan ga je naar je volgende ruimte toe. Nou, en zo ga je door. Tot aan de volgende rij. En dan ben ik even bij jullie terug. Nou, daar ben ik weer. Ik ben aan het einde van mijn rij. En hoe je het dan doet, je pakt weer de derde losse van je begin losse. En dan doe je een halve vaste. Maar wat we nu anders gaan doen, is we gaan nu elke rij gaan we hem keren. Dus we hebben nu naar de buitenkant toe, aan de buitenkant gefilmd, gehaakt. En we draaien hem nu om. En dan doen we één halve vaste hierin. En dan doen we drie lossen. Twee stokjes. En waarom is dit nou? Als je dat niet doet, als je niet elke ronde zou keren, dan gaat je midden de punt, die gaat niet mooi recht naar beneden vallen. Dus die gaat dan eigenlijk een beetje schuin lopen. En sommige mensen vinden dat niet erg. Is het natuurlijk ook helemaal niet. Maar ik vind het net iets mooier als die recht loopt. Dus ik keer elke baan mijn werk. Nou, zo ga je dus weer verder. En dan ga je gewoon de andere kant op. Ga je gewoon weer terug. Vergeet niet elke keer die losse ertussen te doen. En in het midden doe je weer
drie stokjes, een losse en drie stokjes. Nou, zo ga je dus door tot je poncho lang genoeg is. En dan ga ik nu uitleggen hoe je die boordsteek doet. Dus ik haal dit stukje weer even uit. Het was even om te laten zien. Nou, als je dat gaat doen, dan heb je je drie lossen. Dus stel eens voor, dit is een hele lange poncho nu en de onderkant. Nou, de eerste drie lossen zit hier in. Ik doe er nog een tweede bij. En dan ga je gewoon in elke steek een stokje doen. Dus drie stokjes en dan in je tussen doe je gewoon één stokje. Drie stokjes. En niet te strak doen, gewoon losjes haken. Want er komt natuurlijk een boordsteek. En je wil niet dat hij straks helemaal gaat oprekken. En dat hij helemaal strak komt te staan. Haak je nou wel erg strak, dan is het misschien wel een tip om hem gewoon met haaknaald groter te doen. Of een halve haaknaald groter. Nou. Ik doe zelfs niet, dat had ik bij mijn poncho was het ook echt niet nodig. Ik doe zelfs niet meerdere op de punten. Maar ook dat vind je dat wel, doe er één extra of twee extra. Maar bij mij was het niet nodig dus. Nou. Ik had niet zo'n dikke boord gedaan. Maar ik was de franjes. Ja, doe ik eigenlijk altijd. De omslagdoeken ook en zo. Dus ik vind het ook wel eens leuk om wat anders te proberen. Blij dat ik geen 80 steek heb gedaan. Maar dus nogmaals, als jij vindt dat je wel eentje in de punt wil meerdere of twee, doe dat gewoon. Hè? Dus, het is echt niet zo dat je per se aan dit patroon moet houden. Bij mij was het gewoon echt niet nodig. Maar dat is natuurlijk ieder voor zich. Even kijken, nog drie. Nog twee waren het dus. Nou, dan sluiten we hem weer met de, even kijken, 1, 2, de derde. Dan doe je er weer 3 omhoog. En dan ga je dus je boordsteek maken. En zoals ik in meerdere video's heb laten zien, is dat een steek, reliëfsteek voor, reliëfsteek achter. Reliëfsteek voor. En het zijn reliëfstokjes. Ik heb een andere video, leg ik het ook nog uit. Dat is bij de beanie. Dus je moet hem wel een keer gemaakt hebben. Anders, ik zal hem even langzaam uitleggen. Een reliëfstokje achter. Dan ga je achterlangs. En dan weer terug naar achter. En dan haal je daar je steek op. En dan maak je gewoon je stokje af. En voor
Ga je naar achter en weer voorlangs terug. Nou, en zo ga je dus verder. Kijk, en dan zie je dus een klein boordje komen. Maak hem zo dik en zo mooi als jij leuk vindt. Ik heb hierna nog één rij gedaan en toen vond ik hem mooi. Dus eigenlijk een rij stokjes en twee rijen reliëfstokjes. Nou, dat is ook duidelijk. En hetzelfde doe je eigenlijk met deze boord. Waar ik een kol op heb gemaakt. Je pakt elke steek op met een stokje. En dan doe je dus ook reliëfstokje voor en reliëfstokje achter. Je doet niet je toer naar je toer draaien. Dat je weer, dus je blijft aan de buiten. Of moet ik even kijken dat ik het goed zeg. Je gaat van binnenkant. Dus je bent zo aan het haken. Dat je constant. En waarom is dat nou? Omdat je straks je boord omslaat. En ik vind dat de mooie kant. Dus doe het alsjeblieft zo, dus dat je haakt, dat je elke keer in je werk kijkt. En zo haak je dan je boord. En dan sla je hem straks om en dan heb je de mooie kant aan de buitenkant zitten. En ik denk dat ik verder alles heb uitgelegd. Dus dit proeflapje haal ik weer uit. En geniet van je poncho. Ik zie graag voorbeelden op mijn Facebookgroep. MBM Haken en zo, link zet ik ook onderin. En ik hoop je gauw terug te zien bij een volgende video. Doe een duim omhoog als je hem leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal. Op mijn blog kun je ook abonneren. Misschien wel handig, want dan krijg je gewoon een e-mail als ik weer een nieuw patroon heb geplaatst. En ik wens jullie heel veel plezier en tot de volgende keer.